Dit filmpje gaat over het consequentieargument en Harry Frankfurt's voorbeeld van Dr. Black. Het sluit daarmee aan met de volgende leerdoelen. De leerlingen kunnen het consequentieargument uiteenzetten met behulp van een voorbeeld en aangeven tegen welke posities met betrekking tot de vrije dit argument gericht is. De leerlingen kunnen uitleggen hoe Harry Frankfurt's voorbeeld van Dr. Black gebruikt kan worden om aan te tonen dat het principe van alternatieve mogelijkheden niet waar hoeft te zijn voor vrije wil als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid. Laten we even kijken waarom dat er überhaupt te Je zou kunnen zeggen, vrije wil als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid lijkt alternatieve mogelijkheden te veronderstellen. En waar hebben we dan mee te maken als we het hebben over alternatieve mogelijkheden? Nou, alternatieve mogelijkheden vereisen, zo denken toch veel mensen, misschien niet de conditioneel compatibilist, maar toch, die vereisen dat de toekomst anders kan zijn dan ze feitelijk is. Dat je zo'n tuin der vertakkende paden hebt. En dat dat ook in een zekere zin door mij komt. Ik moet in staat zijn om dan te zeggen: van oké, okay, dit is het pad wat ik bewandel, en daarmee laat ik een ander pad links liggen. Nou, het consequentieargument argument is eigenlijk bedoeld om aan te tonen dat de toekomst niet anders kan zijn door mij als het determinisme waar is. Dus de veronderstelling van het consequentieargument argument is dat dat determinisme waar is. En dat maakt duidelijk waarom determinisme niet te verenigen is met het principe van alternatieve mogelijkheden. Als we het hebben over het consequentieargument, argument dan moeten we eerst een Iets definiëren, namelijk het begrip macht. Want dat wordt op een hele specifieke manier gebruikt in de context van het argument. Dus dat iets door mij komt, wordt namelijk geanalyseerd in termen van de macht die ik heb. Nou, wat wordt er bedoeld met macht in dit geval? Dat gaan we negatief definiëren. We zeggen, ik, ik heb geen macht over een feit P, als P het geval is, en ik niet zo kan handelen dat P niet het geval is. Ik neem het heel simpel, ik heb bijvoorbeeld geen macht over het feit dat 2 plus 2 is 4. Want 2 plus 2 is 4. En wat ik ook doe, er is niks wat ik kan doen dat 2 plus 2 niet 4 maakt. Je kunt bij macht misschien trouwens ook denken aan macht verheffen, als je dat op de een of andere manier wil onthouden. Aan de hand van zo'n wiskundig voorbeeld. Dan nu het consequentie-argument zelf. Het consequentie-argument. Niemand heeft macht over feiten uit het verleden en de natuurwetten. Die feiten zijn zoals ze zijn, de natuurwetten zijn zoals ze zijn, en wat ik ook doe, mijn handelingen gaan die niet veranderen. Want dan zou ik terug moeten gaan naar het verleden op de een of andere manier. Of ik zou een soort God moeten zijn die de natuurwetten kan veranderen. Dan, niemand heeft de macht over dat toekomstige feiten volledig bepaald worden door feiten uit het verleden en de natuurwetten. Dat komt namelijk omdat we er hierbij van uitgaan dat het determinisme waar is. En dat is ook iets waar we niks aan kunnen doen. En dat het natuurlijk een feit is als we ervan uitgaan dat het determinisme waar is. En de conclusie is dan dat niemand macht heeft over de toekomstige feiten. En dat lijkt eigenlijk niks anders te zijn dan het uitsluiten van het alternatieve mogelijkheden. Stel nou dat ik geen macht heb over het feit p, en ook geen macht over heb dat het feit t de consequentie is van p, dan heb ik ook geen macht over t. En dat is wat er eigenlijk op de achtergrond speelt van het consequentieargument, want er wordt eigenlijk gezegd: ja, weet je, ik heb geen macht over de feiten uit het verleden en natuurwetten. Ik heb er geen macht over dat daaruit een bepaalde toekomst volgt. Dus heb ik er ook geen macht over dat die toekomst volgt. Dat is eigenlijk de manier van denken die achter het consequentieargument argument schuilgaat. En alternatieve mogelijkheden zijn dus eigenlijk uitgesloten door mijn totale machteloosheid. En dit is eigenlijk uh, helemaal geen gekke manier van uh, redeneren, want we gebruiken een dergelijke manier van redeneren ook in meer alledaagse situaties. Ik heb er bijvoorbeeld geen macht over dat Giuseppe Jobbe, Jobbe neer gaat schieten, stel dat dat zo is. En ik heb er ook geen macht over dat Jobbe als consequentie hiervan binnen één minuut komt overlijden. Dan heb ik er ook geen macht over dat Jobbe binnen één minuut komt overlijden. Dus de hele manier van redeneren die achter het consequentieargument zit, lijkt eigenlijk een manier van redeneren te zijn die we gewoon mogen hanteren. En als we dat mogen, lijkt daaruit te volgen dat alternatieve mogelijkheden uitgesloten zijn. Maar misschien is dat helemaal niet zo erg. Dan denk je, huh, niet zo erg. Nou ja, Harry Frankfurt, de Amerikaanse filosoof, gaat dat proberen aan te tonen. Het consequentieargument laat dus zien dat alternatieve mogelijkheden en teenterminisme lastig samengaan. Maar Harry Frankfurt wil dus bewijzen dat dit geen probleem is, omdat het principe van alternatieve mogelijkheden eigenlijk volgens hem onjuist is. We hoeven geen alternatieve mogelijkheden te hebben om vrije wil te hebben. En dan gebruikt hij gebruikt voor het voorbeeld van Dr. Black. Hier is Dr. Black. Dr. Black is zoals veel doktoren in de filosofie niet zo'n aardige dokter, want Dr. Black is nogal manipulatief. Hij heeft iemand in zijn macht. En hij heeft iemand in zijn macht door middel van een zogenaamd hersenmanipulatieapparaat. En met dat hersenmanipulatieapparaat kan die een mens besturen. Dat wil zeggen, hij kan ingrijpen op het moment dat dat nodig is. Maar hij kan ook de wereld zijn gang laten gaan. En beide zaken zouden ook tot hetzelfde resultaat kunnen leiden. He, waarbij Dr. Black eigenlijk alleen maar ingrijpt als het dreigt mis te gaan. Dit is Joe Fitzgibbon. Joe Fitzgibbon is in een zekere zin het slachtoffer van Dr. Black. Want hij gaat al dan niet gemanipuleerd worden door um, Dr. Black. Maar Dr. Black gaat daadwerkelijk ingrijpen in uh, het leven van Fitzgibbon. Alleen maar op het moment dat Fitzgibbon niet doet wat Dr. Black wil dat hij doet. En het gaat hierbij hier om dat er een bank beroofd gaat worden. En Fitzgibbon, die heeft eigenlijk wel zin om die bank te beroven. En uh, hij neigt er ook wel naar om die bank te gaan beroven. En uh, wat voor situatie ontstaat er dan eigenlijk? Nou, er ontstaat een situatie waarin Joe eigenlijk zelf de bank berooft. Maar wat was er nou gebeurd als Joe op een gegeven moment terug zou willen zijn gekrabbeld? Dan had dokter Black ingegrepen. En dan had Dr. Black ervoor gezorgd dat Joe ook de bank zou hebben beroofd. Dus wat er ook gebeurt, Joe zou hoe dan ook de bank hebben beroofd. Maar in deze concrete situatie grijpt Dr. Black niet in en berooft Joe de bank zelf, om maar zo te zeggen. Nou, wat moeten we hier nu mee? Frankfurt zegt: Joe is moreel verantwoordelijk voor de bankroof. Maar hij had niks anders kunnen doen, want hoe die ook. Zichzelf had bewogen, om maar zo het zeggen. Uiteindelijk had hij die bank wel beroofd. Nu doet hij het omdat hij het zelf wil, maar anders had Dr. Black wel ingegrepen. Iets anders kunnen doen, zegt Frankfurt, is dus helemaal niet nodig voor morele verantwoordelijkheid. Want we hebben hier te maken met iemand die we moreel verantwoordelijk houden voor een handeling. En toch had hij geen alternatieve mogelijkheden met betrekking tot die handeling. En daarom, zegt uh, Frankfurt, is determinisme niet een probleem voor de wil, omdat het niet met het principe van alternatieve mogelijkheden samengaat. Want het principe van alternatieve mogelijkheden formuleert eigenlijk geen adequate beperking of voorwaarde voor het hebben van vrije wil, als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid.